Oh god, het begint weer donker te worden, of niet? Ja, straks wordt het waarschijnlijk weer donker. Fijn. Oh god, hier staan twee armies om. Het is wel echt kut om met een melee-wapen zo'n crawler te killen. Ja, precies. Die crawlers zijn zo irritant, omdat ze gewoon moeilijk beter te zijn. Heet het ook echt crawlers, of heb jij die naam gewoon een keer verzonnen? Ik weet niet. Ik had, ik had zijn appstijl toch opgezocht, omdat ik toen nog echt noob was in de stad. Dus ik wilde even weten hoe het werkte. En die gast noemde het ook crawlers, dus nou ja, daar komt maar het maar ik snap het niet, ben je toch nog steeds noob in het spel? Ja. Jij hoeft het ook. Een duivels lachje. That's pretty weird. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik hoorde even een zombie of zo heel dichtbij. Ik ben weer terug op de farm. Ik, echt serieus, wat is er met dit spel? Is het Peter mag geen rugzaktas of zo? Rugzaktas, ja. Rugzaktas, dag. Ik moet dag zeggen, maar ik zeg tas. Serieus, hier ook geen tas. Moet Peter, ik nou... kom maar gewoon terug voordat het nap wordt. Moet ik nou serieus nog naar de volgende stad? Het hoeft niet, het mag. Tim, ik kan helemaal niks meenemen zonder. En dan gaan we dood. Peter, kom dan maar terug. Dan kan ik alvast onze eerste bed maken. Ja, is goed. Oh, wacht. Er is nog één kans, Tim. Dit huis ben ik... Oh, katana. Ik neem hem niet mee. En een noot. Kan ik niet oppakken. Ik heb twee van die worklights, dus we kunnen ons gebied wel even mooi oplichten. Zo, ik kom wel terug. Het is weer zo verder. Waarom mag ik nou geen rugzak? Ik wou gewoon... Ik heb een pickaxe gevonden. Yay. En ik heb al een axe, dus we kunnen eigenlijk al gewoon het ding craften. Kun je ook een rugzak maken voor me? Weet ik niet. Dat zou wel... Volgens mij niet. Het spel is trouwens nog in een soort van beta, dus er wordt elke zoveel dagen geüpdate. Ja, precies. Jij wil deze map ook echt heel veel gaan uitbreiden, zodat het echt heel groot wordt. Het moet uiteindelijk iets van 16 keer zo groot worden, hè, Peter? Serieus? Oh, ik ben de verkeerde kant op gereden, trouwens. Ik hoor jou toch wel. Oh, hallo meneer zombie. Het valt me op hoeveel mensen met koksmuts zombies zijn geworden. Ja, echt gewoon, deze wereld heeft zoveel koks. Waar ben jij? Ben je in het stadje hiernaast? Nee, ik ben bij de farm. Misschien is er wel weer hier al een tas gespand in het stadje waar we toen net hebben geloot. Waar had je trouwens je rugzak gevonden in die stad? Waar vond ik het? Volgens mij bij... de pharmacy. Of bij die autoreparateur. Ik heb trouwens best wel veel nails. Oh, nice. Ik heb 5 nails en 4 bolts. Dus kunnen we hacken en shit maken. Het wordt een beetje donker. Ja, inderdaad. Oké, de pharmacy zei je toch? Yup. Ik ga gewoon voor die rugzak, echt serieus. Wat er ook gebeurt, ik moet dat ding hebben. Weer een broek. Waarom ligt er een broek hier, hoor? In de kutwinkel is dit. Laten we een broek neerleggen in onze schappen. Even kijken, waar willen we nog heen? Oh, ik heb hier trouwens 2 duct tape. Oh, nice. Ik kan het alleen niet meenemen, want ik heb geen rugzak. Serieus? Ja, ik heb liever de nails en zo mee, eigenlijk. Ja, maar een rugzak, Peter. Ik kom gewoon nu jouw kant op rijden, omdat we het echt nodig hebben. En gewoon al is wire. Maar 1 duct tape. Oh, van deze wire. Volgens mij kunnen we elektrisch hekjes maken, hè? Ja, barbed wire. Ja, alleen... hey, ik heb geen rugzak. We hebben nails nodig, volgens mij. En een rugzak. Wat is dit? Oh, dit is zo'n... hoe heet het hoedje? Ja. Wat een kuthuis eigenlijk. Fucking klein. Alles moet groot. In welk land zitten we eigenlijk? Canada. Canada.
ja, hoe heet het, bij die airport volgens mij, en ook bij die military base, daar zie je soms van die Canadese vlag hangen. Hmm. Maar het kan ook gewoon iemand zijn die heel erg van Canada houdt. Die het gewoon tijdens de zombie... Oh, daar is Timmy. Rechts van... Ik heb de hik, kut. Rechts van je zijn trouwens de... duct tape dingen ergens in een huisje. Timmy, waarom is er geen rugzak? Ik wil een rugzak. Ik weet niet, ze mogen hier gewoon niet. Weet je, dan kunnen we echt beginnen zo met de serie en shit. Maar nee, hoor ik. Fuck rechtszaak. Nee, hoor. Fuck alles, fuck de rechtszaak. Oh, rugzak. Serieus, wie wil nou een rugzak? Hé, hey, mag ik jouw rugzak hebben? Nee. Waarom niet? Dat is toch mijn rugzak. Ja, maar ik dacht, dan verlos ik je ervan, want niemand wil die dingen. Ik weet het niet hoor. Zou ik dat nou wel doen? Ik loop ook de hele tijd dezelfde winkels in. En ik heb water nodig. Is er hier water? Ja, we hebben alles nodig. Water! 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 Oh, ik mis SpongeBob. Die aflevering was zo mooi. Water! Dat waren echt de goede oude tijden. Ik mis dat. Echt. Heel erg. Waarschijnlijk is het nog steeds op tv weer trouwens. Volgens mij zag ik het vandaag nog trouwens. Echt? Ja. Waarom keek je SpongeBob? Omdat het cool is. Je snapt het niet, Tim. Is het nog steeds cool? Ja. Ik weet dat het vroeger heel cool was alleen. Geweldig dit spel zeg, al die ja, al die rugzakken en zo die overal liggen. Dit moet wel heel leuk zijn voor de kijkers ook om te kijken. Ook gewoon jouw irritatie die maar blijft groeien. Precies. Oh, wat zou je moeten toevoegen is dat je spulletjes kon neerleggen in je auto. Ze zouden eigenlijk rugzakken moeten toevoegen. Ja, en gewoon... Nou, ik vind eigenlijk dat rugzakken een beetje generfd moeten worden, zodat je iets minder kan vinden. Dat is serieus, dit is eigenlijk zwaar, man. Peter vindt dit niet zo leuk. Verkeren met de auto. Hè? Huh? Hm? Oh, Peter, als je je lichten aanzet, dan staan werkelijk je sirenes aan. Echt? Die zwaailichten, die zijn dan aan. Bij jou of bij mij ook? Heb ik bij wel jou zwaailicht. Ook? Oh, dat is wel vet. Jammer dat er dan geen geluid van komt. Ik ben trouwens bij de farm weer. Ik heb water nou. Heb je al een bed gemaakt of niet? Ik heb er een gemaakt, alleen ik zit nog bij de town. Ik denk dat ik dat bed gewoon ga claimen, want ik ga bijna dood omdat ik geen water heb. Water! 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 Waar ligt het bed? Nou ja, ik kom er dus zo mee aan. Oké, ik ben weg hier. Ik ga water zoeken. Hoeveel heb je nog? 93%. 93%? Peter, ik ben er bijna. Ik kom nu de stad uitgereden. Heb je ook wat water, of niet? Nee. Wat? Dat wordt gewoon de titel van deze video. Water. Zie je de zwaailichten? Nee, want ik kan niet achteruit kijken met dit ding. Oh, je zit nog in je auto. Ja. Ik plaats het gewoon in het huis. Is goed. Even mijn skills updaten. Sneaky beaky. Oké. Ik heb het neergelegd. Ik heb even skills geüpdate dat ik niet zo veel geluid maak en shit. Een beetje rogue. Oké. God, ik hoor gelijk als zombies op me afkomen rennen. Kom dan. Peter. Ja? De sleeping bag ligt voor je klaar. Ja, ik kom hem zo ophalen. Oké. Maar ik heb nu 97%. Hoorde je dat? Yep. Oké. Oh, dat is 98%. Peter, kom snel naar huis. Ik heb een sleeping bag hier liggen. Ja, maar ik ben in een stad en er zitten zombies naast me. Ik ga dood! Oké. Lekker, Peter. Een café! Tim, raad eens wat ik heb gevonden. Water.
Ja, het is alleen wel moldy. Maar fuck it. Drink het. 99%. Yes. Ik leef. Ik leef. Kom terug. Ik heb een sleeping bag hier. Yes. Lag hier, lag er gewoon naast, lag er gewoon appelsap. Wauw. Maar ja, ik leef nog. Ik heb alleen wel 18 HP. Tim, ik kom terug. Oké. Okay. Ik schrok me dood. Pedro, jij hebt toch die generator? Oké, kom. Kun je naar mij toe komen? Oké, waar ben je? Welk stadje? Die zeg maar waar we die heel vaak dood zijn gegaan vroeger. Gewoon dat stadje. Wacht, waar? Gewoon hetzelfde stadje waar we net waren. Nee, je moet de andere weg volgen. Zeg maar naar boven. Oh, de andere kant op naar de andere boerderij. Ja. Oké. Kom eraan, Peter. Ik heb 12 HP.